pelo invejo. Ai, dat is nog niet de eerste, zei je. Je hebt ook wel filmpjes teruggekeken. Nee. Oh. Daarom zei ik al, het zal niet de eerste zijn. Hallo allemaal en welkom bij het Regio Artiestencafé. Ik heb bij mij aan de bar een dame die komt eigenlijk uit Os. Als ik het goed heb. Ik weet het haast wel zeker. Ik ben ze vaak tegengekomen en ja, ze heeft ook al heel veel dingen gedaan. En dat is natuurlijk Laura Ros. Hi. Hi. Hey, vertel, wie is Laura? Ja, wie ben ik? Wie ben ik niet? Nou, nee, ja. Vertel eens over jezelf. Ja, wie ben ik? Nou ja, ik ben om mijn 18e ongeveer begonnen met zingen. Mm-hmm. En ja, echt een pad moeten volgen, want eigenlijk geen bekende om me heen. Om te weten van, nou, waar kun je het beste terecht? Of het is puur met gesprekken en geloven van, maar ja, waar iedereen dan tegenaan loopt, beloftes en die soort dingen. Mm-hmm. Maar ja, ik ben eigenlijk een hele enthousiaste vrouw. Ik ben heel graag mezelf, maar nog wel heel erg zoekende van in welk straatje we met de muziek verder moeten. Of ja, ik in de muziek verder moet. Dus dat is nog steeds eigenlijk wel ja, Nederlandstalig eigenlijk uiteindelijk in beland. Ja. Terwijl Engelstalig vind ik ook leuk. Dus ja, nu in ieder geval in een band. Ja, want dat vertelde je. Vertel even nog een stukje over een band. Van wat voor muziek kunnen ze daarvan verwachten? Ja, nou, onze band is in ieder geval top 40. Ja, van vroeger tot nu Nederlands, Engels, Duits. Eigenlijk van alle genre thuis. Ja, ja, dus weer een breed pakket. Dus toch wel weer totaal iets anders van dat je eigenlijk gewend bent. Ja, dus ja, hun ook, want eigenlijk Nederlandstalig deden ze vrij weinig. Mm-hmm. Maar nu dat ik erbij ben en het volk wil ook meer Nederlandstalig, kunnen ze dat ook weer meer erbij pakken. Mm-hmm. Dus eigenlijk de mannennummers laat ik wel verhogen, maar kan ik ze wel zingen. Dus dat is wel weer fijn, want als ik alleen ga optreden, dan moet ik de orkest... Dan kan je ze ook weer meenemen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, je hebt dan de orkestband die je dan kan gebruiken in principe. Nee, ja, dan zou je dat moeten maken. Maar ja, met de band spelen ze het al. Dus ik hoef niet meer geld neer te leggen om weer een orkestband te laten maken. Nee, dat was die Nederlandstalige circuit. Was dat wel elke keer. Heel lastig. Ja. Kost een hoop geld. En ja, nu is het gewoon, de band doet het allemaal. En ja, laat het poppen hoor. Heel makkelijk, ja, is heel fijn. Hey, een aantal jaren geleden bracht je een nummer uit Onze Droom. Ja. Dit nummer, daar ben je eigenlijk een hele lont mee doorgegaan, heb ik gelezen. Ja, daar zijn we mee, ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja, heel het land letterlijk. Ik denk dat het een beetje een verhaaltje is. Hoeken. Maar goed. Ja. Ja, het is een van de eerste singles, dus we hebben wel veel mee gedaan. Het was een mooie start. Maar ja. Een podiumervaring mee opgedaan? Zeker weten, ja. En het zal wel overal verschillend zijn geweest, want je weet nooit wat voor publiek dat je voor je neus hebt staan, denk ik. Nee, daar heb ik ook denk ik het meeste van geleerd. Ook gewoon in het privéleven, maar ook zowel bij de optredens. Het is gewoon alleen opstaan. Ja, precies. Zeker weten. Ja. En je hebt ook meegedaan met talentenjachten. Ja. Heb je daar nog iets uit kunnen halen voor jezelf? Qua zingen en qua ja, wat je denkt van, ja, dat wil ik eigenlijk gaan doen. Nou ja, sowieso... ben ik altijd van filmpjes terugkijken, dus hoe is mijn houding, hoe was mijn zang. Ja, eigenlijk je haalt er eigenlijk alles wel uit. En ik ben ook juist, ik ben heel kritisch, dat heb ik nu tegenwoordig ben ik wat meer aan het loslaten, want het werd te veel. Maar doordat je terugkijkt, of doordat ik die talentenjachten heb gehad, heb ik wel terug kunnen zien, oh, dat zou ik de volgende keer anders doen. En vooral een puntje genieten. Dat was ik niet meer aan doen. Nee, je was eigenlijk denk meer gefocust van, ik moet het goed gaan doen en moet eruit komen en ik... Probeer te stralen, maar ik moet toch bij de les blijven. Ja. Ik denk dat je met veel dingen tegelijk bezig bent op dat moment. Ja, nou ja, het is gewoon echt gevoelsmatig wat gewoon in genieten op moet slaan. Mm-hmm. Moet slaan, maar het bleef in het serieuze en dat ga je gewoon in alles zien. Dus dat heb ik vooral met die talentjacht wel geleerd, ja. Je hebt ook nog meer podia gestaan, je hebt ook op het Levenslied in Os gestaan. Maar je hebt ook op de Mega Piratenfestijn gestaan. Ja, klopt. Ben je daarin gerold? Want dat is eigenlijk een van de grote evenementen van het Nederlandstalig gebeuren. Dat klopt, ja. Dat is ergens in het begin geweest. Ik moet zeggen, echt mijn beginperiode weet ik heel weinig van. Dat is echt op de automatische piloot gegaan. Ik vond het hartstikke leuk. Er komt toch een puntje genieten. Ja. Alles wat ik nu meemaak is meer genieten. En dat maak ik meer mee. Die tijd was voor mij, ik wilde het te graag. En ja, dan krijg je hulp van iemand, maar toch blijf je hangen. En dan baal je weer. En dan denk je, ja, hoe ver kun je balen? Nou, ik ging heel ver balen. Mm-hmm. Niet nodig.
dan maar gewoon genieten. Hup, naar de volgende, want het zal nog wel vaker voorkomen. Ja, dus, maar ik denk ook dat het voor jou is geweest dat ook mensen dingen hebben proberen aan te reiken. Mm-hmm. Je hebt het aangepakt, maar het is niet zo uitgepakt als dat je gehoopt had. Ja, weet ik niet. Ik weet nog niet eens of dat ik er echt iets op hoopte. Maar het haalde ook niks uit. Het was iedere keer maar reizen, geld uitgeven. Maar ik kwam ook niet echt verder. Kijk, als ik nu mij overal neer ga leggen, ik kan voor niks daarin en daarin. Ja, dan kan ik overal komen. Dan zit je helemaal volgeboekt. Precies. Dus op een gegeven moment wil je wel eigenlijk verder. En ja, ik was ook wel heel erg bezig. Mijn ouders waren wel bezig met geld investeren. Terwijl ik al zag van nee, het schiet niet op. Nee. En het puntje ook wel. Ik was jong, mijn ouders die leidden het een beetje. Of leidden het vooral eigenlijk wel. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Het gaat om mijn gevoel. En ja, dat moet ik kunnen uiten. En dat leerde ik ook later pas. En ook meer, nee, ik ga het nou zelf doen. En dan loopt het toch net iets soepeler, anders. Ja, gewoon anders. Hey, je hebt in Groningen opgetreden met Sherry Ann. Ja. Hoe ben je met haar in contact gekomen? Ja, dat is via Radio 538 Boardchild geweest. Ja. Daar kon je ook meedoen met een talentenjacht. En ja, zo mocht ik eigenlijk mee. Ik had gewonnen wat ik totaal niet had verwacht. Ik denk, nou, het nummer paste totaal niet bij me. Weet je nog welk nummer dat het was? Read My Book. Oh. Het was ook Engelstalig, ja. Maar ook, ja, niet dat het nummer heel erg bekend was, voor zover ik weet. Ik deed het maar ja, vaak onderschat ik mijn eigen stem ook wel. En dat is nog af en toe, ik begin daar nu wel meer, dat ik denk, hey, ik ben eigenlijk beter dan dat ik zelf wel eens denk. Maar goed, dan blijf je wel stevig in de schoenen staan als je maar gewoon... Ja, toch belangrijk. Hey, je hebt ook tv-ervaring opgedaan, want je hebt ook meegedaan met Bloed, Zweet en Tranen. Bloed, Zweet en Tranen, The Voice. En The Voice. Toppen gezocht. Hoe waren die ervaringen voor jou om daar aan mee te doen in principe? Want je krijgt ook feedback van degene die jou jureren. Mm-hmm. Hoe ben je daar toen mee omgegaan en wat heeft dat voor jou gebracht? Ja, ik denk eigenlijk hetgeen wat ik toen straks eigenlijk alweer zei, het woord genieten. Ik was zo zenuwachtig en ik was zo gefocust op de dingen die ik moest doen. En met die programma's er zijn heel veel dingen last minute. En daar moet ik mee leren omgaan, ook als last minute. Ook al weet ik even de tekst niet. Jammer dan. Normaal met een optreden heb, doe ik dat ook. Dan maak ik juist even een grapje of een dolletje en mensen lachen en de helft heeft het niet eens in de gaten. En dat vond ik heel erg moeilijk. Mm-hmm. En daarom bleef ik heel erg hangen. En dat zie je ook met die opnames als je terug gaat kijken. De auditie zelf gaat dan nog wel goed. Ja. Alleen ben ik dan een ronde verder. Dan in één keer zie je die spanning helemaal in alles terug. Dat je moet gaan oefenen met de dames. Of met de personen die met jou mee door zijn. Ja. Dan moeten de teksten verdeeld worden. En dat was eigenlijk ook een beetje een struikelpunt op dat moment in The Voice. Ja, dan willen ze meer initiatief zien. Terwijl ik zoiets heb, ja, ik vind het wel prima. En ik was zo gericht van, oh ja, shit, dat nummer. Die ken ik eigenlijk niet zo goed. Ja, dan maakt me echt niet uit welke tekst, want het nummer ligt me al niet. Nee. En ik ken het eigenlijk ook niet zo geweldig goed. Ja, dan moet je het maar in één keer doen. Neerzetten. Ja, zonder coaching, want die kwam daarna pas. Ja. Dus ik was niet door. En ja, nou, het wel over de Voice dan, maar ja. Maar ja, wel weer een tv-ervaring rijker. Ja, dat heeft mij toch weer in mijn carrière nu weer een stapje dichterbij. Ja, weer een iets anders. Iets nieuws gebracht. Ja, de nieuwe Laura ook weer. Ja. Gewoon. Fuck it en doe goede ding. En je kunt gewoon zingen, maak je niet zo druk. En gaat het een keer fout, ga door, want anders gaat het nog fouter. Ja. Mm. Hey, nou heb jij ook met de gekste man uit Den Bosch, Frank Hoek, een keer een duet gedaan. Ja, dat is al even geleden. Ja. Nou, als ik dat dan terughoor en ja, ik ken dan Frank Hoek persoonlijk zelf ook. Ja. Dan denk ik van, nou, jullie hebben krom gelegen van het lachen ook tijdens de clip opnemen. Ja, ook. Want wij kunnen echt niet serieus zijn. Nee. Nee, we hebben veel plezier gehad wat dat betreft. Ja, hou ik daar wel van, schik maken en gek doen. En vooral Frank, die is ook wel heel goed daarin. Dus, wij weten er alle van, we hebben een paar avonden meegemaakt, dus vertel ons niks. Maar dat nummer, is hij daarmee bij jou aangeklopt? Van kom Laura, we gaan dat nummer samen eens opnemen? Of? Ja, even kijken, hoe heette die eerste ook alweer? Ja, ik durf het even niet te zeggen. Marvin Gaye. Ja, dus die een lied van mijn hart? In ieder geval Lief van mijn hart. Ja, die heeft in ieder geval, het was eigenlijk een bestaand nummer. En daar kwam hij zelf mee aan. Mm-hmm. En Marvin Gaye eigenlijk ook, ja. Dus... Wat dacht jij? Nou, dat ga ik doen, we zien wel wat dat de strand. Ja, nou, dat heb ik eigenlijk maar anders gedaan. Ik bedoel, je weet zelf ook, mensen doen veel dit. Ja. Dus ik weet al lange mensen wel eens over mij zeggen, ja, ze pakt alles aan, ze probeert maar. Ja, tuurlijk, daar leer ik van. Ik heb het nodig, ik heb die schot onder mijn reet echt nodig. En ook echt nodig gehad.
Maar ik denk omdat jullie elkaar ja, op dat moment tijdens de opnames zoveel lol hebben, mm-hmm. dat je ook op een gegeven moment meer ontspant. Dat je ook niet echt bezig bent van, hé, hey, maar ik moet eigenlijk daar zijn, maar hij is al daar. Dus, ach ja, wat maakt het mij uit hoe dat gaat lopen? Ja, nou, in sommige gevallen ben ik daar zeker mee eens. En dan krijg je ook de mooiste shots. Maar ik vind ook, als je echt serieuzer de kant op wil, zijn er gewoon dingen waar je wel aan moet houden om de clip wel enigszins professioneel over te laten komen. Kijk, die tijd is allemaal wel leuk geweest. Als ik terugkijk, moet ik er enorm om lachen. Dan moet je Frank Hoek hebben voor een serieus clip. Nee, dus ja... Voor toen was het goed, maar ik zou het nu qua clipopname niet nog een keer zo doen. Dan mag het gewoon wel serieus en de gekke dingen mogen ertussen zitten, maar het ligt ook aan het nummer. Ja, maar joh, we zijn al jaren verder inmiddels, hè? Ja, zeker. Hey, in 2018 kwam je terug met de single Als ik weg wil gaan. Ja. Had dat een betekenis voor jou of had je iets in je leven meegemaakt waardoor je denkt van, nou, ik moet dat toch even van me af hebben. Dit nummer slaat er eigenlijk wel op. Zeker, dat sloeg toen zeker op mijn oude relatie eigenlijk. Mm-hmm. Die na 10,5 jaar wel, ja, is dat uitgegaan. Ook was gewoon beter voor mezelf en het paste gewoon niet. En daar zie ik ook steeds meer in. Heeft ook lang geduurd voordat dat... Kwartje viel? Dat het kwartje viel, maar ook dat het zelfs daarna nog misschien nog wel 3 jaar heeft geduurd voordat mm-hmm. het echt zijn rust heeft gegeven. Ja, dus het sloeg zeker eigenlijk op mijn oude relatie van 10,5 jaar. Ja. Hey, en dan hebben we nog Dans met mij. En jij en ik zijn vrolijke nummers. Ja. Maar nou kom jij met een nummer van Volumia. Ja. Totaal anders, maar wel een serieuze Laura Ros. Ja. Vertel, hoe ben je op het idee gekomen om dat nummer eigenlijk opnieuw levend te blazen? Dat komt eigenlijk door The Voice. Ja. Ik zou eigenlijk een ander nummer mogen doen, maar een week voor mijn auditie zelf werd het nummer veranderd. Zo moest ik terug naar Hilversum en toen zijn we door allemaal nummers heen gegaan te kijken van wat past dan bij haar om, ja bij mij dus, voor mijn auditie. Ja, weet ik veel. Uiteindelijk kwamen we op Hou Me Vast, ik weet niet waarom, hoe of wat, maar dat nummer kwam naar voren. Nou, we gaan het proberen. En toen dacht ik, het past eigenlijk nog wel lekker bij mijn stem. En weet je, iedereen houdt er wel van om lekker vastgepakt te worden. Dat is waar. Gewoon het warme, ik ben altijd van het gek doen en ik wil benadrukken, je moet plezier maken, maar... Ja, gevoelsmatig kan ik op het podium ook heel veel overbrengen. Ik bedoel, er zijn toch wel regelmatig mensen die huilen of echt staan te kijken. Mijn kipvel van oelauw. Dus die nummers horen er voor mij ook bij, ja. Hey, als Laura Ros niet optreedt, wat doet Laura Ros dan? Wat doe ik dan? Nou ja, tegenwoordig eigenlijk meer rust in mijn leven blazen. Dus ook gewoon die rustmomenten inlassen, dat deed ik eerst eigenlijk niet. Sporten doe ik al steeds meer. En... ja, sinds een jaar opnieuw een nieuwe vlam. Dus echt tijd doorbrengen. En de tijd die ik heb met hem. En bij mijn ouders natuurlijk altijd. En ik wil eigenlijk nog een opleiding gaan doen. Dus ik ben eigenlijk nu een beetje zoekende van... Je ouders, gaan die nog steeds regelmatig met je mee? Of is dat eigenlijk ook weer een beetje minder geworden nu dat je weer een andere Laura aan het worden bent? Op zich is het nu minder ook omdat ze worden allebei iets ouder. En ja, vooral als pap die... nu ook niet helemaal fit, zeg maar. Mm-hmm. Dus het gaat ook niet altijd, maar nu met de band natuurlijk, ja, het is niet dat we altijd dezelfde nummers doen of zo, maar het is sowieso een eindrijden, dus ze pakken net een dag wanneer ze ook kunnen en dat zit wel even tijd tussen. Zo vaak dat ze eigenlijk mee gingen, eerst niet meer, maar meer ook van ja, we vinden het leuk om ook de groei te zien, dat we ook 1 keer in de maand of zo komen kijken en dan zien ze ook echt het verschil van hey, misschien moet je daar zien hoe het gegroeid is. En ook het enthousiasme, dat zeggen ze nu al. Dus ja, het is wel minder geworden, maar mijn vader geniet er juist nog meer van. Dat is toch leuk. Hey, jij hebt nou diverse talentenjachten meegedaan. Als jij iemand zou moeten adviseren, wat zou jij dan de persoon adviseren voor een talentenjacht te doen? Wat talent? Zou je meedoen of niet meedoen? Of zou je zeggen, nou, er zitten ook andere kanten aan? Ik denk dat je wel sowieso rekening moet houden met wat je zelf zou willen. Kijk, ik weet dat ik alles wat ik heb gedaan bij mijn groei heel enorm heeft geholpen. Mm-hmm. En ook zeker zin heeft gehad. Waaruit ik dan zou zeggen, ja, alles gewoon aannemen. Maar dan zou ik beginnen eerst bij kleine talentenjachten. En ja, dan loop je ook tegen de lamp aan. En ja, er is vriendjespolitiek. Ja. Maar daar moet je juist tegen opgewassen worden, dat je daar nog niet eens kwaad om wordt. Hey, ik wil je niet, prima, zijn we wel anderen. Juist. Zolang jij doorzet, want uiteindelijk gaat het toch om degene die doorzet. En dan...
ja, dan is het geluk hebben nog steeds. Maar je moet ook dan weer te groot tevreden zijn bij waar je wel staat. Ja, ik ben al even bezig, maar ja, op zich ben ik ook tevreden waar ik nu sta. Ik zou nog verder willen, maar alles op zijn tijd. Bij de een gaat het sneller en bij de ander... ik word er alleen maar harder van, denk ik maar. Ja. Is Laura Ros nog met iets nieuws bezig? Of zit er iets in de planning? Misschien over een tijdje. Ja, er staat al iets op de planning. Volgens mij mag ik daar niks over vertellen. Nee, maar dan weten we dat het al wel in de pen zit. Ja, ja. Ja, dat, het is wel iets ook buiten de band dan eigenlijk weer. Mm-hmm. Dus of ja, de band hoopt dat ik bij de band blijf. Voor mij hartstikke mooi, want dan kan ik gewoon fulltime gaan zingen. Ja. Maar het andere is ook mooi om meer verder te gaan. Dus dat zal ergens dadelijk, denk na augustus, ergens augustus, september, denk ik wel naar voren komen. Dan houden we dat dan nog eens in de gaten. Ja. Ik kijk even naar onze Charles, want die zit altijd lekker te luisteren. Ja. En wij kennen hem alle twee ook heel goed. Maar ik zal eens even kijken, heb jij nog een leuke vraag voor Laura? Nee, ik ga Laura nou niet in verlegen brengen. Nee? Nou, ik ben wel nieuwsgierig natuurlijk. Is het niet heel anders wat ik van jou gewend ben, het Nederlandstalige zingen? Het meeste wat ik van jou altijd gehoord heb was Nederlandstalig. Ja. En nu is er volgens mij Engels erbij, of niet? Ik denk meeste nu ja, af en toe wel Nederlandstalige tussen, maar ook vooral Engels. Heel eerlijk gezegd heb ik nog liever dat mensen dat horen. Dan hoor je tenminste echt wat ik kan. Nederlandstalig, ja, merk ik ook. Ja, het is gezellig, ja. Hartstikke leuk. Maar mijn stem komt daar nooit 100% uit. Nee, luister, ik heb jou wel eens vaker Engelstalig horen zingen. En dat weet iedereen die mij kent. Die weet dat ik het een geweldige afleiding vind als je de hele avond door Nederlandstalig. Ik ben echt Nederlandstalig. En als je dan af en toe Engels er tussendoor hoort. Ja. Super. Zo fijn, ja. Dat is een leuke afwisseling. Maar bij jou is, net wat je zegt, jouw stem rijdt zijn eigen druk voor om Engels te zingen. Ja. En je geniet er ook van, want dat zie ik dus ook. Ja. En Tess, vertelde ik net al, ik heb een aantal filmpjes van jou teruggezien dat je met die band bezig bent. Ik wist niet dat je daarbij zat. Ik wist dat je stond er mee te zingen. Dus ik denk, het is toevallig dat het een keer gebeurd is, maar je zit er dus echt bij. Ja. Je geniet er ook van wat je daar staat te doen. Ja, maar hun helpen mij er ook bij. En dat scheelt wel weer, het is een mannenclubje. En we hebben altijd, want dan zeg ik best, en mijn kleding goed. Hou toch eens op, joh. Weet je? Ja. Maar ja, ik ben daar wel heel precies in. En hun laten mij eigenlijk meer vallen, waardoor ik mezelf durf te laten vallen. En zoiets, weet je, al is mijn stem helemaal naar de kloten. Maakt niet uit, we hebben nog een zanger. Heel de band vangt elkaar op. En ik ben ook weer iemand die heel enthousiast op het podium blijft. Dus ik help hun weer opkrikken. Het helpt elkaar gewoon. En daar ben ik niet gewend. Maar daarom geniet ik er eigenlijk. Normaal moest je het altijd alleen doen. En nou heb je. Ja. Ik roep om je heen. Ja. Perfect. Ja, eigenlijk wel. Super. Ja. Nou, en waar kunnen we jou vinden? Mij vinden? Nou ja, op tegenwoordig... social media? Gewoon, je kunt mij vinden in ieder geval onder Laura Ros op Instagram. En op Facebook ook gewoon onder Laura Ros. En dan kunnen ze je ook boeken? Dat kan ook, ja. Er staat ook gewoon een telefoonnummer eventueel bij. En Instagram, volgens mij staat daar niks bij. Maar goed, komt er altijd wel uit. Stuur maar een berichtje. Dan weet je zeker dat je Laura hebt. Ja. Ik zou zeggen, kondig jouw clip aan, want die camera is voor jou. En welke clip dan? Hou vast van. Oké, nou jullie gaan nu kijken en luisteren naar mij, Laura Ros, hou me vast. En ik zeg tot volgende week met de nieuwe artiesten weer. Tot dan. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom er mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, ik leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn
is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom geluk soms wegwaait. Niemand weet waarom een bloem verwelkt. Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je hou. Hou me vast, ik leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Vraag me niets, zeg me niets, zaai je armen om me heen. Praat niet met me, hou me stevig vast. Woorden schieten